Meertaligheid is van essentieel belang voor de werking van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Een zaak voor de rechter kunnen brengen in een taal die je verstaat en rechterlijke uitspraken kunnen lezen, is immers een fundamenteel onderdeel van de democratie en van de rechtsstaat. Daarom kunnen zaken aan het Hof worden voorgelegd in elk van de 24 officiële talen van de EU. Zaken die door een nationale rechter worden voorgelegd, worden behandeld in de taal van die rechter. Verzoekers die een zaak rechtstreeks voor het Hof brengen, mogen kiezen welke officiële taal van de EU zij willen gebruiken. Alle proceshandelingen vinden dan plaats in deze taal. En het Hof zorgt zo nodig voor vertolking en vertaling. De door het Hof gepubliceerde arresten zijn dan de dag van de uitspraak in alle talen beschikbaar. Deze inzet voor meertaligheid, een kernwaarde van het Hof, betekent dat het Hof beschikt over een efficiënte vertaaldienst met juridisch geschoolde vertalers die elk jaar meer dan 1 miljoen bladzijden vertalen. Terwijl andere personeelsleden werkzaam zijn als tolken, die voor simultane vertolking zorgen tijdens de vele zittingen van het Hof die elke week plaatsvinden. Dankzij hun werk kunnen de beslissingen van het Hof door burgers, advocaten en nationale rechters in heel de EU worden gelezen en begrepen in hun eigen taal. En hebben wij allen een gelijke toegang tot het Hof.